Welkom weer bij de Belegger jongens, gaaf dat jullie kijken. Het wordt een hele toffe, interessante aflevering vandaag, want we gaan het hebben over de chipindustrie. Ik zal jullie meenemen in hoe ik die industrie zie, hoe het een beetje werkt, wat je allemaal rekening mee moet houden, een beetje een beginsel. We gaan verschillende bedrijven een beetje doornemen, heel kort hoor. En als jullie dat interessant genoeg vinden en jullie laten hier heel veel likes achter, laten we zeggen 700, dan zal ik ook regelmatig dit soort industrieën en video's aandelen ook daadwerkelijk behandelen hier op dit kanaal. Daarnaast gaan we natuurlijk zoals altijd een korte beursupdate. Mijn portefeuille die staat 7700 in de plus, 2% in de plus. Gisteren nam de euro een flinke hap uit mijn rendement, bijna 1%. En vandaag komt er gewoon 1% bij, jongens. Wat een gigantisch feest, zou je kunnen zeggen. Nee, joh. 1,5% erbij vandaag. Heel bizar. Ik had het niet verwacht. Ik zou ook niet weten waar dat aan zou moeten liggen. Ik denk dat die markt gewoon een beetje volatiel is en zichzelf een beetje aan het uitvogelen is. Van, ja, wat moeten we nou met al die dingen die in gaande zijn met de Europese Centrale Bank en allerlei andere zaken die op het macro-economisch niveau gaande zijn. Mensen weten het gewoon simpelweg niet en dan krijg je heel veel volatiliteit, heel veel onzekerheid. Wat gaat die Europese Centrale Bank straks doen als ze de corona-steunmaatregelen niet meer kunnen doen? Gaat ze iets nieuws ervoor uitbrengen? En als dat zo is dat dan slecht voor de valutamarkt? Dat zijn dus allemaal wat beleggers een beetje aan het uitvogelen zijn. De beurs die lijkt ook wel verdeeld. Nederland die zakt licht. De rest van Europa die zakt ook wel een beetje licht. Behalve Spanje en Frankrijk. Die doen het op zich best goed vandaag. De VS, de Nasdaq stond geloof ik best wel flink rood vandaag, maar inmiddels is het teruggekrabbeld. Dat zie je ook hier terug, flink omhoog gaan de afgelopen paar uur. Mijn portefeuille overigens ook, ik stond 2000 in de plus, inmiddels is dat bijna 8000. En het lijkt alsof het elke dag wel een all-time high is. Op Instagram worden mensen denk ik gek van al die all-time high posts elke dag. Maar goed, het is elke dag all-time high, 388k. Ik had nooit verwacht een aantal jaar geleden dat ik op 388k zou staan vandaag, mensen. Maar goed, het is wel gelukt. Laten we kijken naar de AEX. ASMI staat bovenaan. IMCD, Accelerometer, BC. Dus eigenlijk de chipbedrijven die doen het weer goed zoals altijd. Signify, grote verliezer. Stond min 9% op een gegeven moment geloof ik. Inmiddels is het iets teruggekrabbeld. Shell staat in de min. Just Eat Takeaway, daar heb ik trouwens een leuk artikel geschreven op de website. Just Eat Takeaway is aan het wankelen. Die CEO die doet hele rare, hele gekke dingen. En ik heb daar even een artikel voor je over geschreven. Ik zal hem ook hier beneden in de comments plaatsen als je hem nog niet gezien hebt. Lees hem. Het is interessant om in ieder geval een beeld te krijgen bij wat er in dat bedrijf aan de hand is. Ze zijn namelijk 43% af van hun piek. 43%, bijna de helft van die waarde is dus verdampt. En nou goed, lees dat artikel. Dan weet je wat er allemaal aan de hand is bij Just Eat Takeaway. Laten we kijken wat er binnen de Nasdaq aan de hand is. Wie zijn de winnaars? eBay doet het goed. E-commerce bedrijf. Die heeft recent ook kwartaalcijfers gerapporteerd. Flink lagere GMV dan Shopify. Als je mijn video van gisteren hebt bekeken, dan weet je wat dat inhoudt, GMV. Facebook die doet het vrij goed. Gisteren ook overigens na die Metaverse update. En het grappige is, na de Metaverse update is er een bedrijf die genaamd Meta Materials. En Matt, die is gewoon 10% gestegen in die dag. Omdat heel veel beleggers dachten dat Facebook is. Beleggers zijn soms toch ook vrij unieke wezens. Zonder onderzoek te doen, namelijk je geld erin in zoiets stoppen. Maar goed, interessant wat er ook in de Nasdaq aan de hand is. Nvidia blijft maar stijgen. Die gaan we zo meteen ook even kort doornemen. Ik heb hier ook eerder een video over gemaakt trouwens, een tijd terug, als je hem nog niet gezien hebt. Maar Nvidia is echt een cash cow voor mij, jongens. 35.000 euro heb ik ermee verdiend afgelopen jaar. 15.000 euro is gewoon verdrievoudigd. Of bijna verdrievoudigd, laat ik het zo zeggen. In totaal een waarde van 52.000 euro in mijn portefeuille. En dat maakt het een van de grootste posities die ik op dit moment bezit. Het is een chipbedrijf, dus past ook bij de thema van vandaag. Daar gaan we het ook daadwerkelijk over hebben. Maar eerst Microsoft. Microsoft is een van de, zoals ik ook zei trouwens een paar video's geleden, vlak voor de earnings, vlak voor de kwartaalcijfers. Dit wordt een van de grootste bedrijven ter wereld en blijft waarschijnlijk ook een van de grootste bedrijven ter wereld voor de komende 5
à 10 jaar. Pin me er niet op vast, maar dat is echt serieus waar ik denk dat het in de komende 5 à 10 jaar een van de grootste bedrijven ter wereld blijft. 2.500 miljard is de marktkapitalisatie, veel groter dan Apple. Die heeft heel lang de nummer 1 positie behouden. Maar je ziet, ja, dit jaar heeft Microsoft zichzelf gewoon onderscheiden. 60% gestegen in het afgelopen jaar, terwijl Apple een kleine 28% is gestegen. Wat ook niet slecht is, maar tegenover Microsoft is het minder. Heel gaaf om te zien. Mijn oud-werkgever, trots op ze. En ik hoop dat die medewerkers blijven keihard blijven werken, zodat ik nog meer geld verdien. En dat is onderaan de streep. Als je een aandeel bezit, je bent deels eigenaar. En al die medewerkers die werken er, zodat wij een goed rendement behalen. Dus dankjewel aan al die medewerkers. Eigenlijk moeten we bij ieder bedrijf die het goed doet, al die medewerkers gaan bedanken. Nou goed, laten we het hebben over de chipindustrie. Chipindustrie is booming, is hot. Ik was ook een tijd geleden op BNR. Dat was ongeveer 3 mei. En daar heb ik ook al gezegd, voordat die hele chip gebeuren cool was, of voordat iedereen in die chipindustrie wilde beleggen, zei ik al dat het waarschijnlijk de volgende crisis zou kunnen veroorzaken. Luister maar even wat ik toen zei. In een zak, maar dat ding in een computer. Ja, niet chips die je bij de Albert Heijn kan kopen. Daar is geen tekort aan? Nee, gelukkig niet. Maar dit is nieuws wat ik al heel lang volg. En we zitten natuurlijk al in een crisis, in een pandemie, gezondheidscrisis. Maar de volgende crisis die is zichzelf een beetje al aan het voorbereiden, als je het zo ziet. Zeker als je de meeste economen moet geloven. Dat is de wereldwijde chiptekort. Ik denk dat we heel erg onderschatten hoe belangrijk dit is. Als je kijkt alleen naar een auto bijvoorbeeld. Heel veel autofabrikanten hebben hun productie stilgelegd. Heeft miljarden gekost voor die autofabrikanten. Er zitten 3000 chips in één auto. En als je daar alleen naar kijkt, als je kijkt naar gewoon hier in de studio bijvoorbeeld, alle monitors, alle microfoons, alle muizen, toetsenborden, alles heeft een chip nodig. En wat je nu aan het zien bent, is dat we simpelweg een tekort hebben, waardoor die prijzen omhoog gaan, waardoor inflatie waarschijnlijk ook omhoog gaat. En er zijn heel veel mensen die zeggen dat dat waarschijnlijk de volgende crisis kan gaan veroorzaken. Ja jongens, ik zei het 3 mei al, daarna is het cool geworden en praat iedereen erover, maar het kan daadwerkelijk, dat hele chiptekort kan en is al een crisis aan het veroorzaken als het ware. Als je 1 of 2 kwartalen van economische krimp hebt, en die kant gaan we gewoon simpelweg op met al die supply chain issues, waar de chipsector een heel groot crisis of een heel groot gedeelte in bijdraagt. Als je kijkt naar Apple, ik wilde een iPhone 13 bestellen omdat ik mijn oude telefoon van mijn werkgever kwijtgeraakt, dan duurt het tot en met eind november, dus een maand lang, meer dan een maand zelfs, een maand lang eigenlijk, duurt het gewoon een maand lang om überhaupt aan een nieuwe iPhone te komen, omdat ze simpelweg achterlopen. Er zijn weinig chips. Apple die heeft ook kwartaalcijfers gerapporteerd en die heeft laten weten dat ze 6 miljard zijn kwijtgeraakt alleen al aan het tekort van chips. 6 miljard aan omzet kwijtgeraakt. Dus het is wel degelijk een serieus issue. Maar hoe werkt die industrie nou eigenlijk? En hoe kan je er als belegger mee profiteren? Nou, als je wil profiteren, dan ben je misschien wel een beetje te laat. Of misschien ook niet. Ligt aan welk bedrijf je natuurlijk koopt. Ik zelf bezit natuurlijk Nvidia. Ik heb ze hier een aantal bedrijven voor je in op een rij gezet. Nvidia, AMD, Qualcomm, Broadcom, Intel. We zullen niet te diep ingaan op wat al die verschillende bedrijven doen. Maar om je een idee te geven bij hoe de chipindustrie überhaupt werkt, dat je een idee krijgt, ja, wat zijn de verschillende dynamieken waar je rekening mee moet houden, moet je even naar deze scherm kijken. Er zijn eigenlijk in de chipindustrie 3 verschillende dingen waar je rekening mee moet houden. 1 CPU-designers, 2 GPU-designers en 3 fabricators, oftewel foundries. CPU-designers zijn mensen die als het ware een tekeningetje maken of iets dergelijks. Tegenwoordig op de computer, heel lang geleden, werd dat ook gewoon op een kladblok gedaan. Intel, de eigenaar daarvan, is iemand die Moore's Law, waar Moore's Law naar vernoemd is. Die zat dat gewoon simpelweg op een kladblokje te tekenen. Maar goed, dan gaan we zo meteen even doornemen. Maar 3 verschillende dingen. Dus CPU-designers, Avgo, dat is Broadcom, Apple, ook Tesla trouwens tegenwoordig, AMD,
Qualcomm, IBM, Samsung en Intel, die designen hun eigen chips. Dus die gaan op een tekeningetje, kladblokje, schrijven hoe die chip eruit moet komen zien, wat allemaal verschillende dingen zijn die erbij komen kijken. En dan gaat een global foundry, zoals bijvoorbeeld Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, of een Samsung of Intel zelf, die maken hun eigen chips, of allerlei andere global foundries, die maken de chips. Hetzelfde geldt voor GPU-designers, er zijn er vrij weinig van. Nvidia is daar gewoon simpelweg even de beste in en dat blijft waarschijnlijk heel lang ook zo. Grootste concurrent is AMD, vroeger was dat Intel. Intel die stelt eigenlijk niets meer voor en AMD die maakt wel serieuze kans met hun GPU's. Maar goed, Nvidia is daar gewoon simpelweg een van de betere en beste spelers in. GPU is een grafische kaart in je PC of laptop. Waarschijnlijk als je een laptop hebt gekocht, zeker als je een specialistische laptop nodig hebt. Zoals bijvoorbeeld van het maken van dit soort YouTube-video's of games en dergelijke. Dan heb je gewoon een sterke GPU nodig. Ik heb zelf de GeForce RTX 3080 bijvoorbeeld. En een Intel Core CPU. Maar AMD die pakt die markt een beetje in. Maar ik hoop dat je in ieder geval een beter beeld geeft bij die gehele industrie. CPU designers, GPU designers en fabricators. Nu heeft Intel zijn eigen, die zit een beetje in zijn eigen wereldje. Die is, als je mijn vorige video's erover hebt bekeken, Intel die gaat eigenlijk voor het eerst ook een foundry beginnen. Waarmee ze dus chips maken voor andere type bedrijven. Dat maakt hun markt opeens veel groter. En dan gaan ze ook concurreren met bedrijven zoals TSMC en dergelijke. En dan wordt Intel misschien ook wel een interessant dividendbedrijf. Dat was mijn theorie ongeveer. Maar Intel is, die maakt hun chips, die designt ze en die doet eigenlijk alles zelf. Volledig onafhankelijk van allerlei andere bedrijven. Degene die veel issues hebben met het maken van die chips zijn TSMC, Samsung, Intel. Die hebben de meeste, het meeste bijgedragen aan de hele supply chain issue, als het ware. Die hebben simpelweg niet genoeg fabrieken om te kunnen zorgen dat we kunnen voldoen aan al die verschillende chips die we eigenlijk missen. Maar om je een idee te geven, dit is een industrie die eigenlijk belachelijk hard profiteert van twee laws, zou je kunnen zeggen. Dus Moore's Law en Wright's Law. Als je ze niet kent, Moore's Law, dat is de oprichter van onder andere Intel en Fairchild International bijvoorbeeld. Dat waren echt tientallen jaren geleden, decennia lang geleden, de eerste chipbedrijven ter wereld. Die had simpelweg gezien dat voor, als je historisch zou kijken, dat elk 2 jaar het aantal processors in de chip simpelweg verdubbelde. Dus de rekenkracht van die chips verdubbelde elk 2 jaar. En dat is iets wat ervoor gezorgd heeft dat we nu eigenlijk zulke geavanceerde chips hebben. Dat is trouwens geen wetenschappelijk iets. Het is puur op basis van ervaring en kennis en kunde zie je ongeveer ieder 2 jaar gewoon simpelweg veel betere chips. Een verdubbeling zelfs in de capaciteit. Maar het is wel simpelweg iets wat je kunt observeren. Het is iets wat bestaat, het is echt, het is volledig gemeten. Maar Moore's Law, die zorgt er ook voor dat Wright's Law, dat de chipindustrie ook van Wright's Law profiteert. Namelijk van iedere keer dat productie cumulatief verdubbelt, verlaag je ook de kosten per chip. En die twee combinaties zijn zo sterk geweest dat we 1. Belachelijk goede chips hebben kunnen produceren over de afgelopen jaren. Waardoor we in een wereld zitten waar letterlijk in alles wat je kunt bedenken chips zitten en allerlei slimme apparaten hebben. En aan de andere kant 2, dat ze ook nog eens zo goedkoop zijn dat we relatief makkelijk en goedkoop allerlei toffe producten kunnen bouwen. Zoals bijvoorbeeld een stofzuiger die zichzelf rondbrengt en je hele huis schoonmaakt. Of je wasmachine die wat slimmer is dan een aantal jaar geleden. Dus eigenlijk in alles wat je thuis hebt zitten gewoon chips. Behalve misschien in je bank. Maar dat zal waarschijnlijk ook niet lang duren voordat dat soort zaken er komen. Maar laten we even kijken. Dit zijn trouwens allemaal bedrijven die je zelf kunt onderzoeken. En nogmaals, als deze video heel veel views krijgt, dan zorg je ervoor dat we al deze bedrijven ook daadwerkelijk gaan behandelen. Het zijn er een stuk of 10. Maar er zijn ook Nederlandse bedrijven die profiteren van de chiptekort. Besi, ASMI en ASML zal ik even kort doornemen. Dit zijn bedrijven, ja, dit is gigantische winsten hebben ze geboekt eigenlijk. Als je kijkt naar Besi, 127% gestegen. ASMI, 215% gestegen en ASML 117%
10% gestegen. En het grappige aan chipmakers hier in Nederland, ASML, die doet net wat anders. Die zorgt dat je machines bouwt zodat andere bedrijven chips kunnen maken, zoals bijvoorbeeld een TSMC of een Intel. Maar BC en ASML die designen en maken hun eigen chips. Dus ook in Nederland heb je heel interessante bedrijven. En dat maakt het een totaal ongeveer 10 verschillende bedrijven waar je aan de slag mee kan en even kan gaan onderzoeken. En als je deze video echt heel veel likes krijgt, dan zal ik ook een aantal behandelen in de toekomst. En daarmee, dank voor het kijken. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vindt. En laat even een like achter. Laat ook even een comment achter, want dan gaan heel veel mensen dit soort gave content blijven zien. Dan help je mij ook mijn kanaal te laten groeien. En dan zal ik je eeuwig dankbaar zijn.